Le Family Business Award of Excellence a été décerné à Bruxelles pour la 6e fois. Le prix a été remis à Duvel Moortjat. La brasserie belge, fondée en 1871, est dirigée par la 4e génération de la famille Moortjat. Le CEO Michel Moortjat a reçu ce prix avec une très grande fierté. Bijzonder blij en fier en vooral trots ook voor de familie en voor heel de onderneming. Dus ik zie nu al op mijn gsm de felicitaties van de collega's binnenkomen. Dus het betekent veel. Au fil des générations, Duvel Moortjat est devenu un groupe international présent dans plus de 70 pays. Selon le CEO, la force de l'entreprise repose sur deux valeurs importantes. Onze missie luidt gedreven door kwaliteit en gepassioneerde medewerkers. En dat zijn echt de twee kernwaardes van Duvel Moortjat. We willen de best mogelijke bieren van de wereld maken. En daar willen we geen enkel compromis voor toestaan. En anderzijds hebben we heel gepassioneerde medewerkers die er 200% voor gaan. Les autres nominés étaient Inex, Nico Group et Spadel. Mais Duvel Moortjat a convaincu le jury, entre autres, pour son succès de ces 10 dernières années. En Duvel Moortjat heeft natuurlijk ook samen met het uitbouwen van een fantastisch familiebedrijf, met ook een aandeelhouderschap dat volledig het bedrijf ondersteunt, een ongelooflijke groeiperformance gerealiseerd de laatste 10 jaar. Dus het is een schitterend parcours voor een familiebedrijf. Le Family Business Award est organisé par EY, BNP Paribas Fortis, De Tate, Leco, FBN Belgium et Guberna. Ce prix récompense les entreprises familiales qui excellent au regard de leur gouvernance, leur vision, leur engagement et la préservation des valeurs familiales. Avec près de 45% des emplois dans notre pays, ces entreprises représentent une part très importante de notre économie. Ik denk dat het succes ligt in die lange termijn visie en de waardes die ze vereenzelvigen. En als ze talent willen proberen aan te trekken, ja, dan zijn dat de belangrijkste zaken. Zeker met de millennials van vandaag. Dat motiveert die millennials, dat trekt die aan. La famille Moortjat souhaite maintenir l'entreprise dans les mains de la famille. La génération suivante se prépare progressivement à cela. We hebben een duidelijke family chart, hein, die zegt wie, wanneer, hoe kan in het bedrijf stappen. En we zouden graag een volgende generatie, een vijfde generatie zien in het bedrijf komen, maar ook niet dat het een verplichting is. Dus ons eerste bekommernis is dat ze gewoon gelukkig zijn in het leven. Wat dat ook mogen vertegenwoordigen voor hen.